Oké, Erika. Ja, weet je, als je dan zo een stress meekrijgt van pijn in een knie, dan zit je niet echt heel erg rustig te kijken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dus, ja, het gebeurt echt niet veel. Echt gewoon. Nee, maar daar kan je niks aan doen. Het is gewoon hartstikke vervelend, ook voor jou. Maar dat geeft ons een bepaald gevoel met hoe we in een auditie gaan. Ja. Dus dan maak ik me een beetje zorgen. En ik zie twee dingen. Ik zie één, je kan heel erg goed bewegen. Het is bijna een soort Cirque du Soleil-achtig slangenmeisje dat ik hier zie. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Oh ja? Ja. Ja, nee, maar je hebt zo'n, omdat je die gymnastiek-achtergrond hebt, heb je zo'n losheid in je ledematen. En dat brengt me eigenlijk gelijk op een tweede punt. Want je doet dingen die gewoon fysiek echt heel zwaar zijn. En dan verbaast het mij niet dat je pijn in je knieën krijgt. Maar je doet het wel heel erg goed, moet ik zeggen. Ik maakte me niet zoveel zorgen over die knieën, maar vooral over je tenen, man. Wow. Allee, het is helemaal in orde. Je rolt er zo overheen, ja. Daar moet je echt veel kracht voor hebben. Heel mooi. You're absolutely beautiful at what you do. But like Jan said, it's also very scary to watch you dance. I have to be able to send you to boot camp in good conscience that you're going to be able to handle. I don't want to send someone who I know is going to end up getting hurt. Maar ik heb ook wel mijn stuurbanden, maar ik dacht, ik ga ze niet aandoen. Wat mij betreft wil ik je wel terugzien in bootcamp, maar dat betekent wel dat je echt heel goed voor jezelf moet zorgen. Ja, en ook voor je gewicht. Ja. Dus Marco, u dan nu. De bezorgdheid van de jury voor blessures geldt uiteraard voor alle dansers.